Goedendag allemaal, ik ben Evert ten Apel en namens mijn collega Jurie Mulder heet ik u wel de wedstrijd. Ja, dit is iets om naar uit te kijken. Goals van buiten de 16 tellen in dit spel type voor 2. Dus reken maar dat beide ploegen veel spectaculaire afstandsschoten zullen afvuren. Vandaag gaan we eindelijk weer eens genieten van een ouderwets onderrondje tussen Nederland en Duitsland, Jurie. Ja, ik schat onze kansen toch niet zo heel erg groot in. Duitsland is de favoriet, dat is duidelijk. Maar het zijn altijd bijzondere duels en ik hoop dat Oranje zich niet zomaar gewonnen zal geven. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. Deze ploeg speelt met een 4-3-3 systeem. Wat verwacht jij daarvan? Nou, ik verwacht er wel wat van, Evert. Want als we kijken naar de buitenspelers, dat zijn dan echt goede spelers. En het is zeer aantrekkelijk om die buitenspelers aan het werk te zien. Ze moeten snel in de 1-tegen-1 gezet worden en dan kunnen ze hun actie maken. En dat zal dan zorgen voor aantrekkelijk voetbal. In de Johan Cruijff Arena wordt meer dan alleen gevoetbald. Van 1996 tot 2007 was het stadion niet alleen de thuisbasis van Ajax, maar ook van de Amsterdam Admirals, de inmiddels opgeheven American Football Club. Ook worden er regelmatig concerten gehouden, al is niet iedereen te spreken over de akoestiek en het geluid. Toch hebben hier grote internationale sterren opgetreden. Dit is de formatie waarmee Duitsland vandaag aan de wedstrijd gaat beginnen. Wie 4-5-1 zegt, denkt meteen aan een heel erg defensieve formatie. Maar is dat zo in dit geval, Jurie? Nee, het middenveld staat vrij hoog, zodat er snel druk kan worden gezet. En die balbezit zal er vanuit het middenveld veel ondersteuning zijn voor die ene spits. Marco Reus. Schulz. Goretzka. Leroy Sané, Timo Werner, De Jong, hij doet het. Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit en daar hebben we niet lang op hoeven wachten. U zal de tegenstander moeten komen, Evert. Laten we die goal nog maar eens bekijken. En dat was het eerste doelpunt van de wedstrijd. Goretzka. Leroy Sané. Oh, die laat er geen glas overgroeien. Meteen een overtreding. Marco Reus. En een prima poging hoor. Dat was bijna de gelijkmaker. Ja, dat scheelde weinig inderdaad. Op zich goed geschoten, maar ja, de bal heeft misschien net iets te veel effect. De Jong. Van Dijk. Georgino Wijnaldum. Amateuristisch gespeeld. Daar hoeft de tegenstander niet eens moeite voor te doen. Ingooi. De Roon. Georgino Wijnaldum.
Promes. Daar gaat hij. En die bal gaat achter. Het is een hoekschop. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. De keeper weet een vuist achter die corner te krijgen. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Marco Reus. Kroos. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. De Roon. Die zit erin. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Goretzka. Niklas Süle. Marco Reus. Slordig balverlies hoor. Dat mag je op dit niveau niet overkomen. De bal strandt ergens in de verdediging. En we krijgen een hoekschop. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Dat wordt een hoekschop. Ze kiezen voor de lange variant. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Wat een waanzinnig schot! Zo, Juri, wat een doelpunt en van zo ver! Ja, wat een heerlijke poeier, Evert. En vanaf deze afstand telt hij voor twee. En een verdediger die scoort. Ja, maar toch zie je het wel vaker dat verdedigers ook scoren. En zeker als ze de opdracht van de coach krijgen om veel mee naar voren te komen. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Daar zit de tegenstander tussen. Leroy Sané. Promes. Memphis Depay. Nou ja, laten we maar zeggen dat het een moedige poging was. Oh, wat zonde zeg. Als je zo'n bal krijgt, moet je hem wel voor raken. Maar dit stelt niks voor.
Memphis Depay. Waanzinnig keeperswerk, Juri. Dat was bepaald geen makkelijke bal. Nee, zo'n schot vraagt om een uiterste krachtinspanning natuurlijk. Je moet echt gestrekt om zo'n bal te keren. Goed geschoten van die afstand, maar de keeper zit er goed bij. De bal wordt in de 16 gepompt. Die bal weet geen medespeler. Wijnaldum! Oh, dat kan een dure fout worden. Memphis Depay. Jorginho Wijnaldum. Ze hebben geen haast, de bal gaat rustig rond. Die bal is weg. Van Dijk. Jorginho Wijnaldum. Die wordt weggestuurd. Hij heeft de bal terug en kan nu een voorzet geven. Bal teruggelegd. De paal trilt nog na en de bal komt terug het veld in. De bal is nog aangeraakt. Inworp. Marco Reus. Leroy Sané. Timo Werner. Memphis Depay. Wat gaat hij doen? Bal op de paal en achter. Leroy Sané. Marco Reus. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Jorginho Wijnaldum. De keeper hoeft niet eens in actie te komen, want de bal wordt geblokt. Schultz. Matthijs de Ligt. Jorginho Wijnaldum. Promes. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Er was genoeg ruimte om die counter goed uit te spelen. Dat gebeurde niet en nu heeft de tegenstander balbezit. De paas wordt eruit gehaald, gevaar voorbij. Oh, dit kan een kans worden. Op de wreef en een schot. Hij raakt hem nog aan en dus krijgen we een hoekschop. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Ik had meer verwacht van deze aanval. Marco Reus. Goretzka. Die bal is voor de tegenstander. Gaat hij het redden? De bal strandt ergens in de verdediging. Memphis Depay. Oh, de bal wordt geblokt. Schultz. Timo Werner. Goretzka. Kroos. Dit krijg je nou als er een verdediger staat te slapen. Een schot. Wat scheelt het? De Jong. Hij heeft veel oog voor zijn ploeggenoten en zijn passen zijn uitstekend. Memphis Depay. Vol geraakt zeg. Waanzinnig keeperswerk, Juri.
Dat was bepaald geen makkelijke bal. Nee, zo'n schot vraagt om een uiterste krachtinspanning natuurlijk. Je moet echt gestrekt om zo'n bal te keren. Dat is een mooi afstandsschot en een nog mooiere redding. De hoekschop wordt kort genomen. En de bal wordt onderschept op de vleugel. Daar liggen countermogelijkheden. Timo Werner. Leroy Sané. De scheidsrechter fluit voor een vrije schop. We krijgen maar liefst 5 minuten extra tijd. Hey, wordt dit een doelpunt? Hij zit erin. Knappe goal. Mooi geplaatst schot. Ja, hij neemt die bal geweldig aan. Hij kijkt even en hij plaatst die bal schitterend in de hoek van het doel. Ja hoor, hij doet het vandaag al voor de tweede keer. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Nou, we zitten nog vroeg in de wedstrijd, maar die lijkt nu al beslist. Timo Werner. Toni Kroos. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Bal in de 16. Een eenvoudige prooi hoor voor de sluitpost. Georgino Wijnaldum. Hij had hem te pakken. Waar zitten we eigenlijk naar te kijken, Jury? Het is een wedstrijd van 3 keer niks tot nu toe. Klopt, Evert. Blijkbaar kan niet iedereen zich opladen voor zo'n vriendschappelijke wedstrijd. Ja, dat is inderdaad jammer. Want het blijft toch een eer om voor je land uit te komen in zo'n vriendschappelijk interland. De bal rolt voor de tweede helft. De stand op het scorebord spreekt boekdelen. Maar je weet het maar nooit in het voetbal. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Zijn pases zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Goeie in. Oh! En nog een hoekschop. Een katachtige reactie voorkomt dat deze bal tegen de touwen slaat. Een sterk staaltje keeperswerk hoor. Ja, want dat was bepaald geen makkelijke bal. Echt een uitstekende redding. De hoekschop wordt kort genomen. Matthijs de Ligt. Prima poging. Een ouderwetse stift. Ze krijgen een ingooi. Promes. Prima schot. Redding door de keeper. De aanval loopt door. Hij zorgt ervoor dat het gevaar weg is. Georgino Wijnaldum. De Roon. Wat een waanzinnig schot. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Hij weet die bal weg te werken. Ingooi.
Georgino Wijnaldum. De Jong. Een juweeltje dit slot. Oh, 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 wat een doelpunt. Ja, wat een uithaal even. Doelpunten van buiten het strafschopgebied tellen dubbel in dit spectaculaire speltype. Die bal verdwijnt keurig laag in de hoek. Technisch heel knap gedaan. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Goretzka. Niklas Süle. Reus. Timo Werner. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Georgino Wijnaldum. Memphis Depay. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Toni Kroos. Daley Blind. Memphis Depay. Hakje, goed gelukt. Hij neemt hem. Uitgelezen kans om te scoren. Helaas, dit feest gaat niet door. De grensrechter vlag komt uit het spel. Die paas wat onderschept. Dat zou wel eens tot een kans kunnen leiden. Schulz. Timo Werner. Goretzka. Een heerlijke bal. Duitsland kan het gat induiken op de vleugel. Nou, Kroos doet het! De doelman redt en heeft de bal klem. Nu een snelle voortzetting. De Roon. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Hij kan al. Goeie knal hoor! Het is geen enkel probleem van Neuer. De Duitsers vervolgen de aanval met een vrije trap. Goretzka, Kroos, Timo Werner. Goretzka. Leroy Sané. Marco, kijk nou. Die is voor de keeper. Ja, eitje voor de keeper, hè. Memphis Depay. De Roon. En nog een succesvolle tackle hier. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Ze mogen ingooien. De Duitse bondscoach wisselt een speler van zijn team. Georgino Wijnaldum. De Roon. Hij doet het. Gewoon een mooie goal. We gaan nog een keertje kijken naar die goal.
Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Nog 20 minuten. Toni Kroos. Timo Werner. Leroy Sané. Goretzka. Die bal is voor de tegenstander. Bal is over de lijn inworp. Zo, die supporters gaan uit hun dak. Het lijkt erop alsof de wedstrijd al gewonnen is. Wat een lawaai, man. Ja, die denken dat de buit al binnen is en vieren alvast een feestje. Ja, toch zijn ze er nog niet. Even volhouden tot het einde nu. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Een schot van afstand. Dat is een heel best schot, Juri. Wat scheelt het? Ja, die laat even zien over een goede trap te beschikken. Mooie uithaal, zeg, van grote afstand. Maar de bal gaat er net niet in. Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Timo Werner. Duitsland kan het gat induiken op de vleugel. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Hij weet die bal weg te werken. Sané! Oh, wat zonde, zeg. Als je zo'n bal krijgt, moet je hem wel voor raken. Dit stelt niks voor. Giorgino Wijnaldum. Memphis Depay. De Roon. Hoe speelt hij dit uit? Hij heeft genoeg mogelijkheden. Wijnaldum. En nog een hoekschop. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Hij kan kiezen. Wat een waanzinnig schot. Knap gered hoor, maar het blijft opletten. En die bal wordt van de doellijn gehaald door de verdediger. Geweldig gedaan, ik dacht dat hij er al in zat. Ik telde hem eigenlijk al. Het was een knap staaltje verdedigen, zeg. Met gevoel gegeven. Met zulk aanvalsspel, ja, daar maak je de tegenstander echt niet bang mee. Giorgino Wijnaldum. De Roon. De Jong. Hij werkt die bal weg. Leroy Sané. Goretzka. Matthijs de Ligt. Giorgino Wijnaldum. Memphis Depay. Giorgino Wijnaldum. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. En het gevaar is eruit gehaald. En bij de Duitsers wordt nu gewisseld. De Roon. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Voor zo'n sliding moet je toch op de bon, hoor. Dit hoort niet. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Je mag wel een sliding maken, maar dan hoor je de bal te raken en niet spelen. Hij wordt naar de kant gehaald en dat lijkt me niet vanwege slecht spel. Want hij heeft het erg goed gedaan vandaag.
Berghuis. De Jong. Geweldig verdedigende actie waarmee hij vrijwel zeker een doelpunt voorkomt. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Dit wordt menens. Een super redding hoor van de keeper. Nog een corner. Kort balletje, ja, zo kun je ook een hoekschop nemen. Jorginho en Alden. Schultz. Duitsland kan het gat induiken op de vleugel. Bal in de 16. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Memphis Depay. De Roon. Hij houdt zijn lichaam daar prima tussen de bal en de tegenstander, die er niet aan kan komen. Ik zal maar uithalen. En dat is raak. Een hattrick en niet zomaar eentje. Stuk voor stuk juweeltjes. En ja hoor, nummer 3 van vandaag. Dat is lekker voor de speler. Hij schiet ze er achter elkaar in, Evert. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Goretzka. Een afgetekende overwinning. Je hoopt vooraf op een spannende interland. Maar spannend is het eigenlijk nooit geweest, Jordi. Nee, het was eenrichtingsverkeer. We hebben geen moment op het puntje van onze stoel gezeten.